Welkom bij ZEP Sport Lab. In deze serie testen wij het ontastbare van de sport. Veel dingen in de sport zijn natuurlijk heel goed meetbaar, zoals een tijd bij hardlopen of een punt bij tennis. En dat is maar goed ook, want op die manier kan je makkelijk bepalen wie de winnaar is. Maar er zijn ook veel onderdelen die minder goed meetbaar zijn, maar toch veel invloed hebben op het resultaat. Denk aan onderschatting, vals spelen, bijgeloof en aanmoediging. En juist die onderdelen, die testen wij in ZEP Sport Lab. Wat is nou de rol van bijgeloof in sport? Wij vroegen het jullie op Instagram en liefst 66% van jullie gelooft er niet in en 34% wel. Maar wie heeft er nou gelijk? Werkt bijgeloof echt? Om daar een antwoord op te geven gingen wij langs bij topturnster Lieke Wevers. En Marije Zuurveld, die laat een pechvogel sporten tegen een geluksvogel. Als dat maar goed gaat. Dan sta je dus hier en dan maak je een salto en dan kies je speltje in en dan komt het allemaal goed. Toch? Dan komt alles goed. Nou Lieke, hartstikke leuk dat we hier mochten zijn. Wat is bijgeloof voor jou? Nou, voor mij is bijgeloof eigenlijk een stukje houvast wat je hebt om net iets zekerder te voelen in een situatie als je heel erg gefocust naar een doel toe leeft. Mm-hmm. Ik ben er nooit afhankelijk van geweest, maar ik geloofde er als kind wel in dat het me kon helpen. Dat ik mijn lievelingsnummer en dan in 4 stappen naar de douche moest lopen en dan oefeningen doornam in de douche en dat soort dingen. En dat alles net, zeg maar, als voorbereiding voor een wedstrijd. Is dat een stukje zelfvertrouwen of zo? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk echt dat het te maken heeft met in de focus komen. Ik heb niet heel veel bijgeloof, maar wel veel ritueeltjes. Altijd dezelfde clipjes die ik draag. Heb je die toevallig ook mee? Ja, die heb ik speciaal meegenomen omdat ik... die heb ik dus deze allebei? Met de spelen in gehad. Wij gaan dus een testje doen, hè, met kinderen. En het ene kind krijgt heel veel geluk, dus klavertje 4. En de andere die gaat een spiegel breken, weet je wel, heel veel ongeluk. Mm-hmm. Hoe denk je dat het effect is op de sportprestaties van die kinderen? Ja, ik denk wel dat het een effect heeft. Als iemand je gewoon vertrouwen geeft of het gevoel geeft van... ja, je hebt vandaag een gelukkige dag, geloof daarin. Dan denk ik wel dat dat aankomt bij een kind. En dat die net iets zelfverzekerder... te werk gaat als iemand wordt gezegd van nou, ik zal me oppassen vandaag of het allemaal wel lukt, mm-hmm. weet je wel. Dus ik denk wel dat dat invloed heeft. Vandaag gaan we dus testen of bijgeloof je helpt tijdens het sporten. We gaan één van de twee testpersonen wat extra geluk geven door bijvoorbeeld dit klavertje 4. En de ander die krijgt gewoon een beetje extra ongeluk. En dan gaan we kijken of het sporten slechter of beter gaat. Nou, ik sta hier vandaag naast. Lars. Lars, en hoe oud ben je? 9. 9. En welke sporten zit je? Voetbal, tennis, hockey en skiën. Een heleboel dus. En hier naast mij staat? Joek. En wat doe jij allemaal? Voetbal. Voetbal. En hoe oud ben je? 9 jaar. 9 jaar. Kijk, en we gaan dus vandaag 2 tests doen. En we gaan kijken hoe goed jullie doen. Daar is je bal. Poppetee. En je krijgt 5 pogingen om raak te schieten. Ja hoor! Lekker bezig! Dat is 3 keer raak! Ja. Dat ging best lekker volgens mij. Ja. Kan jij een beetje basketballen? Nee. Oh, nee. Nou, we gaan het zien. Nou, gooi maar. Je zei dat je niet kon basketballen. Ja. Ja, wel dus. Nou, dat is alweer nummer 1. Oké. Okay. Oeh! 2 raak! Hoe ging het? Goed. Toch wel goed, hè? Je had er 3 van de 5. En je had er 2 van de 5. Ging bij jou ook best wel goed. Ja. Terwijl je zei dat je helemaal niet kon basketballen. Ja. Het is tijd voor test nummer 2, namelijk het latje trappen. Jullie krijgen zometeen de opdracht om 5 keer daar tussen de 2 lijnen te trappen. En het is natuurlijk de bedoeling dat je zo vaak mogelijk ertussen trapt en een punt behaalt. Gaat het lukken? Misschien. Jij mag nu beginnen, dus ik wens je heel veel succes. 5 kansen heb je. Let's do it. Oh, net niet! Ja, lekker! Hoppatee, 1 punt. Volgens mij zat hij erop. Ik tel hem goed. Lekker bezig. Ah, net eronder. Ja!
Je maakt het heel spannend. Ja. Je moet nu raak schieten, hè, om te winnen. Ja. Oké, ik wens je heel veel succes. En hij doet het! Hoppatee! Nou jongens, hoe ging het? Goed. Goed, hè, want je hebt gewonnen. Ja. Je hebt namelijk 5 van de 10 ballen geraakt en jij hebt 4 van de 10 ballen geraakt. Ook supergoed natuurlijk. Ja. Maar ik heb jullie nog 1 ding niet verteld. Dat is namelijk dat we deze test opnieuw gaan doen. Maar ik ga jullie een beetje helpen, maar ook saboteren. Ik ga namelijk 1 van jullie heel veel geluk geven. En de ander van jullie krijgt vandaag een beetje ongeluk. En de persoon die geluk krijgt, dat ben jij vandaag. Yes! En jij krijgt vandaag een beetje ongeluk omdat je het zo goed deed. En we gaan dus testen of een beetje ongeluk of geluk helpt tijdens het sporten. Ben je er klaar voor? We gaan de spullen erbij pakken. Welkom bij Tussendoortje. Hier testen we met 1-eiige tweelingen welke invloed gezonde en ongezonde voeding op je sportprestaties heeft. Merel en Noortje. 2 meiden die turnen en acrogym doen op hoog niveau. Noortje is zelfs nummer 2 van Nederland. 1, 2, 3. Vandaag een gezonde vega-burger of een vette vleesburger. En hoe is de Leense burger? Meiden, zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1 en gaan rammen. Oh, ik zie hier zo'n vuur vallen. Hou vast, hè. Focus. Gaat het goed? Ja. Of is het heel zwaar? Best zwaar. Ik zie nog een vette glimlach, hè. Dus gaat het goed? Ze kunnen wel lachen, dus het gaat heel. De winnaar bent van deze 3 testjes. En denk jij dat de voeding jou daarin een beetje heeft geholpen? Of denk je nou, nee? Een beetje. Kan het niet ook lastig zijn bij geloof? Als het te afhankelijk wordt, dan ja, dat is ook gewoon niet fijn voor je. Want inderdaad, soms verschillen de omstandigheden en dan kan je niet alles zeg maar navolgen hoe je het in je hoofd hebt. Je moet wel flexibel kunnen blijven schakelen en zo. Dus ik probeer het alleen maar als hulpmiddel te zien. Oké, maar je zegt ik zie het als hulpmiddel, maar als ik nu dit speldje van jou meeneem, dan word je wel onrustig. Klopt. Ja, je gaat niet bedenken van... Oké, dit is vanaf nu mijn bijgeloof. Ik ga vanaf nu 4 stappen naar de douche zetten. Hoe ontstaat zo? Nee, dat is wel echt bijgeloof. Mijn lievelingsgetal was 4. Oh ja, ja. En die heb ik trouwens opgeheven, want ik ben na de Spelen op reis geweest naar Japan. En toen was ik in mijn eentje met een Japanse coach op stap. En ja, hij zei van nummer 4, dat is een ongeluksgetal in Japan. Oh, ja. En toen heb ik het Japanse geluksnummer maar overgenomen. En dat is? Nummer 6. Nummer 6, oké. En wat is nou jouw gekste bijgeloof die je ooit hebt gehad? Nou, bijvoorbeeld, kijk, vroeger in het turnen waren wij eigenlijk altijd de kleinste. Omdat we gewoon heel veel trainingsuren maken, dan groeien we gewoon in die fase wat minder. Uh-huh. Ik was in die tijd ook nog wel vaak geblesseerd en dan geeft het juist kans om te gaan groeien. Uh-huh. En altijd als ik op de fiets zat, dan heb je toch die witte lijnen met een lange en een korte en een lange en een korte. En dan ging ik altijd over die korte heen, omdat ik... Ik was er gewoon mee bezig dat ik zeg maar niet te lang zou worden voor het turnen als ik nu geblesseerd was, weet je wel. Ah. Dus uiteindelijk ben ik nu nog de langste van het hele team, dus.
Nou, daar zitten we dan, jongens. Ik heb allemaal voorwerpen gepakt die te maken hebben met bijgeloof. Heb je bijgeloof? Nee. En Joek, wat heb jij allemaal voor je liggen? Zout, kinklavertje 4. Jij hebt dus allemaal spullen die ongeluk gaan brengen. En jij hebt allemaal spullen die juist geluk moeten gaan brengen. Klavertje 4, die brengt geluk. En ik zie zout. Weet je waar dat voor is? Om over je schouder te gooien. Ga je gang. Zal het aan iemand doorvertellen? Oh, niet zeg hoor, hier in de gymzaal. Trek deze lekker aan. Want die hoort ook geluk te brengen. En dan ga ik even bij jou kijken. Want vriend, ik ben bang hoe dit af gaat lopen. Want ik zie hier een paraplu voor me. Weet je wat je daarmee moet doen? Je beschermt tegen de regen. Ja, dat ook. Maar je mag hem niet binnen openklappen, want dat zou ongeluk brengen. Ja. Oh, dit zie je, het gaat nu al fout. Brengt nou al ongeluk. Dan hebben we nog de spiegel, want wat doet die? Brengt ongeluk. Ja, als je hem breekt. Dus dat mag je lekker gaan doen. Ja! Nou, als je hier nou geen ongeluk van krijgt, dan weet ik het niet meer. Jullie krijgen weer 5 kansen en dan gaan we kijken of het werkt of niet. Ready? Ja. Jij mag weer beginnen. Oké, je had er net 3 raken, hè? 3. Eerste bal. Nummer 2. Oké. 1 goed, 1 goed. Maar je moet dus nu allebei die anderen ook goed doen, hè? Foutloos. Ja, laatste? Kom eens even hier, Lars. Want dat ging minder goed dan net, hè? Ja. Hey Joek, het is jouw beurt. Ja. Je had er net 2 goed. Ga je er nu meer goed hebben? Ja. Met een beetje geluk dus. Ja. Nummer 1. Foutloos. Oké. Nummer 3. Net iets te zacht. Ja, we zitten op 2. 3! Jij had net ongeluk en je hebt er nu maar 2 in. En Joek, kom er eens bij. Je had er net 2 en nu 3. Ja. Denk je dat het geluk een beetje geholpen heeft? Nee. Nee? We gaan het zien bij de volgende. We gaan nu schieten tussen de latten. Jij had er net 2 goed en jij had er net ook 2 goed. Joek, jij mag beginnen. Klaar voor? Ja. Eerste was niet goed. Nummer 1. Sprakeloos. Dit zijn er al 2. Kom op, nog eentje. Zou zo leuk zijn als deze goed was. Ja, lekker man. 3. Hey Lars, je hebt 5 kansen. Ik wens je heel veel succes. Nummer 1. Nee, ook niet. Ook niet. Ja, ik geloof wel in bijgeloof. Ik denk dat het niet gaat lukken, hoor. Oké, 2. Ja! Hij zit! Hoe ging het nou? Best wel goed. Het ging best wel goed, ja. Het ging nou niet per se slechter. Ja. En hoe ging het bij jou? Beter dan de eerste keer, hè? Beter dan de eerste keer, want je had de eerste keer had je er elke keer 2 raak. En nu had je elke keer 3 raak. Ja. Dat betekent dus dat geluk waarschijnlijk wel een beetje werkt. Dus trek vooral je geluksonderbroek aan. Maar ja, wie komt er vanzelf achter of het werkt of niet? Ga je vanaf nu je geluksonderbroek aantrekken? Nee, ik heb er überhaupt geen. Conclusie van vandaag. Bijgeloof heeft alleen effect als je er ook echt in gelooft. Ja, als je bijgeloof nou echt onzin vindt, dan zou het voor jou niet heel veel uitmaken als jij vlak voor een belangrijke wedstrijd ineens een zwarte kat ziet of zelf onder een ladder doorloopt. Bijgeloof kan dus helpen, maar zoals Lieke vertelde, kan het je ook heel erg tegenwerken. Dus mijn advies zou zijn, gebruik het met mate. Vond je deze Zapsport Lab helemaal te gek? Laat weer even een duimpje achter. En we zijn ook heel erg benieuwd naar jouw bijgeloof. Dus laat dat hieronder in de comments weten. Volgende week onderzoeken we vals spelen. Nou, wil jij nou de gouden tip hebben hoe je het best kan vals spelen? Die krijg je van Gregory Sedok. Dus abonneer dan even op het Zap kanaal. En dan weet je het volgende week. Hey jij daar. Check snel de volgende video en... vergeet niet te abonneren. Check je later!